Het leven als de vermeende leider van een criminele organisatie die zich bezighoudt met wereldwijde kookhandel is niet makkelijk. Vooral niet als je tegelijkertijd een van de meest gezochte mannen van Europa bent. Ridouan Taghi was dat allebei. Hij werd gelinkt aan het verhandelen van grote hoeveelheden coke over de hele wereld en was erop uit om iedereen te vermoorden die hem in de weg stond. Hij ging zelfs zo ver dat hij op klaarlichte dag een bekende Nederlandse journalist vermoordde om een boodschap af te geven aan de rest van de wereld. Maar helaas voor hem was er één tegenstander van wie hij het niet kon winnen. Ridouan Taghi werd op 20 december 1977 geboren in het noorden van Marokko. In 1980 verhuisde hij met zijn familie naar Nederland. Het duurde niet lang voordat hij lid werd van een straatbende genaamd The Bad Boys. Deze straatbende was vooral gericht op kleine criminaliteit en was niet goed georganiseerd. In 1992 werd Taghi voor het eerst in zijn leven vervolgd. Hij werd gepakt voor inbraak en wapenbezit. 2 jaar later besloot toen 17-jarige Taghi om te stoppen met school en zich te richten op het smokkelen van hash. Dit was zijn eerste voorkeur om mee te beginnen, maar het duurde niet lang voordat hij de volgende stap zou zetten. Die volgende stap was coke. Ondanks zijn eerdere veroordelingen bleef Taghi lange tijd onder de radar. Hij wist dat als hij groot wilde worden, hij uit het zicht moest blijven van de politie. Pas in 2013 dook zijn naam op in een politierapport. De Spaanse politie kwam zijn naam tegen omdat daar in 2019 een Marokkaanse man was vermoord. Langzaam maar zeker kregen ze de informatie dat hij een grote drugsdealer was. De Spaanse politie overhandigde de beperkte informatie die ze hadden aan Nederland, die vervolgens in het archief terechtkwam. Het bleef een paar jaar stil rondom hem, maar in 2015 veranderde alles. Ibrahim Bouzou deed aangifte tegen Taghi en zijn rechterhand Saïd Razouki. Bouzou deed dit omdat hij wist dat hij op Taghi's dodenlijst stond. Taghi wilde hem dood hebben omdat Bouzou had geholpen bij de ontvoering van een eigenaar van een coffeeshop die goed bevriend was met Taghi. 2015 was ook het jaar waarin een grote groep mannen werd gearresteerd vanwege een grote gewapende overval. Na het kraken en analyseren van hun PGP-telefoons werd duidelijk dat ze de handlangers waren van Taghi. Hij begon enige bekendheid te krijgen, maar toen de politie echt achter hem aan wilde gaan, was het al veel te laat. Ridouan Taghi werd zo immens rijk in zo'n korte tijd dat hij zijn vrijheid kon kopen. Het was misschien wel een van zijn slimste zetten, want terwijl de politie niet goed op leek te letten, bouwde Taghi een coke-imperium op dat een van de grootste ter wereld werd. Vanaf eind 2015 werden Taghi's macht en waanzin pas echt duidelijk. Hij was absoluut meedogenloos. Iedereen die Taghi in de weg stond, werd aangepakt en zijn manier van handelen was allesbehalve vriendelijk. In 2015 liet hij een medewerker van de Spy Shop in Nieuwegein vermoorden, omdat hij dacht dat die persoon informatie over hem aan de politie had gegeven. Overigens was het niet eens bevestigd dat dit waar was. Op 17 april 2016 werd Samir Erraghib ook vermoord omdat hij zou hebben gepraat. Dit gruwelijke verhaal is echt ongelofelijk. Toen Taghi opdracht gaf voor een aanslag op zijn leven, wist Samir dit en bleef hij onder de radar. Dit maakte Taghi woedend en hij verloor zijn geduld. Hij bood de hitters 1 miljoen euro om Samirs huis binnen te gaan en zijn hele familie te elimineren, omdat hij zelf niet naar buiten wilde komen. Een paar dagen later verliet Samir het huis. De hitters wachten en toen hij weer terugkwam schoten ze op Samir in zijn auto. Hij overleefde het niet. Als je dat al angstaanjagend vindt, besef dan dat ze dat deden terwijl zijn 7-jarige dochter naast hem zat. De aangehouden schutter bekende later dat het feit dat zijn dochter in de auto zat de reden was dat hij hem geen laatste headshot gaf. Het kleine meisje overleefde de aanval wel. Op 9 mei 2016 werd Abderrahim Belhadj gedood. Hij zou 2 blokken coke hebben gestolen van Taghi. Het ging niet om de waarde van de gestolen coke van ongeveer 100.000 euro. Dat was kleingeld voor Taghi. Het was om iedereen te laten zien dat je niet van hem moet stelen, anders gebeuren er nare dingen. Op 8 december 2016 werd Martin Kok doodgeschoten in zijn auto. Martin was een misdaadblogger die het op zijn blog vaak had over Taghi en andere criminelen. Hij overleefde eerder dat jaar een aanslag waarbij een explosief onder zijn auto ontplofte. Op 8 december liep hij in Amsterdam met iemand die hem lokte. Terwijl ze liepen kwam er 1 ander van achteren en probeerde hem door zijn hoofd te schieten. Het pistool blokkeerde. Martin merkte het niet eens. Later die dag was de klus alsnog geklaard. Ze volgden Martin in zijn auto en schoten hem dood. In januari 2017 probeerde Taghi iemand te vermoorden die het ook over hem zou hebben gehad. De hitters hadden helaas de verkeerde persoon. Deze vergissing zal het begin zijn van Taghi's ondergang. Hij was volledig in shock, vertelde de politie van Dubai aan de nieuwsverslaggevers. Dubai is een hotspot voor criminelen over de hele wereld. Ze dachten allemaal dat ze konden genieten van de prachtige stad terwijl ze tegelijkertijd hun drugshandel runden. Maar helaas voor hen heeft de politie van Dubai de straten schoongeveegd en is de strijd aangegaan met alle criminelen die in hun stad wonen.
De politie van Dubai volgde meer dan 10 mensen die naar verluid in contact stonden met Taghi. Dit leidde hen naar een luxe schuilplaats in een villa waar Taghi mogelijk zou kunnen zijn. De villa zag er verlaten uit. Alle rolluiken waren gesloten. Er waren geen auto's en overdag was er geen beweging. 'S Nachts was er echter één man die elke avond het vuilnis weggooide. Dit was voor de politie een signaal dat er inderdaad mensen in het huis waren. Maar wie? Nou, het was het meesterbrein achter de Angels of Death, meneer Taghi zelf. Taghi verliet het huis nooit. Het huis werd 24 uur per dag bewaakt en er was maar één man die hem hielp. Deze man voorzag hem van eten, medicijnen, zette het vuilnis buiten en alles wat Taghi verder nodig had. Toen de politie van Dubai zeker wist dat er iemand in het huis ondergedoken zat, besloten ze een plan te maken om het huis binnen te vallen. De politie had alleen één 10 jaar oude foto van Taghi, dus ze wisten niet zeker wat ze konden verwachten en of de persoon die ze in het huis zouden vinden degene was die ze zochten. Het Nederlandse nieuws meldde dat hij misschien een operatie had ondergaan om zijn gezicht en uiterlijk te veranderen. Toen de politie van Dubai binnenkwam, troffen ze meteen een man aan. De man leek in shock. Hij kon zijn ogen niet geloven. Hij gaf zich onmiddellijk over en verzette zich niet tegen zijn arrestatie. Later werd bevestigd dat deze man inderdaad Ridwan Taghi was, een van 's werelds meest gewelddadige criminelen en grootste drugshandelaren. In het huis vond de politie grote hoeveelheden opgestapeld geld onder de banken. Ook werden er verschillende laptops, smartphones en Nederlandse tijdschriften, die over zijn misdaden hadden geschreven, in beslag genomen. Op het moment van zijn arrestatie dronk Taghi rode wijn en keek hij tv. Hij vertelde de politie dat hij al zijn eigen gevangene was, dat hij geen vrijheid had en in de loop der jaren erg paranoïde was geworden. Hij werd onmiddellijk uitgeleverd aan Nederland onder zeer strenge beveiliging. Hij werd in een privévliegtuig vervoerd dat in een groep met andere vliegtuigen vloog als beveiliging tijdens de reis. Na jarenlang kilo's drugs te hebben gesmokkeld, talloze mensen te hebben vermoord en honderden miljoenen te hebben verdiend, verloor Ridwan Taghi uiteindelijk de strijd en belandde hij in een zwaar beveiligde gevangenis in Nederland. Nu staat hij voor een strijd tegen justitie in Nederland, die hem zal proberen te vervolgen voor alle moorden en alle coke die door zijn handen op straat terecht zijn gekomen. En justitie heeft iemand aan hun zijde die Taghi goed kent. Herinner je je de hitter die de verkeerde persoon vermoordde? Dit bleek een goede vriend te zijn van een van Taghi's hoogste leden. Hij voelde zich verschrikkelijk over de identiteitsfout die hij had gemaakt. Hij kon er niet mee leven en hij begon met de politie te praten. Nu is hij de belangrijkste informant van het Openbaar Ministerie. En daarmee Taghi's grootste vijand ooit. Taghi en zijn bende hebben de broer van deze informant en zelfs zijn advocaat al vermoord als wraak. Maar het was al te laat. Van een jonge knul die betrokken was bij kruimeldiefstal, tot het smokkelen van hash en uiteindelijk een van 's werelds wreedste en gevaarlijkste kooksmokkelaars, was dit het verhaal van Ridwan Taghi. Een man die het leven van mensen afnam alsof het niets was. Zijn tijd zit er waarschijnlijk op. Hij kijkt tegen een levenslange straf aan in een zwaar beveiligde gevangenis, aangezien het bewijs zich tegen hem opstapelt. Wat denk jij? Is Ridwan Taghi een van de meest meedogenloze criminelen ooit? Laat het ons weten in de reacties.